Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe Manchester United in FIFA 15, de career mode. We komen af van een gelijkspel tegen Stoke City, dat was best pijnlijk. En nou gaan we tegen Southampton. We hebben berichten. India, dat is het land wat ik nooit heb willen coachen. Martial voelt zich in uitstekende vorm en wil dus meer speeltijd. Kan ik op zich begrijpen, hij heeft ons wel flink geholpen de vorige wedstrijd toen we met de wissel speelden. Nou gaan we tegen Southampton. Let's go! Here we go, Southampton! Wij spelen uit, dus we gaan de boel niet onderschatten. Mijn koptelefoon staat een beetje hard, ik zet het geluid even wat zachter. En we gaan beginnen. Ik zie Di Maria. Die bal is veel te hard. Nou, veel te hard niet. Maar het was sowieso gewoon een lastige plek. Maar Di Maria, die ging er vandoor. Oh, de voorzet van Southampton. Maar die komt bij niemand aan. We houden de bal binnen. Moesten er wel wat moeite voor doen. Gaan over de rechtervleugel via Rafael. Rafael gaat langs een man heen. Ik zie Falcao op zich gaan. Die bal is niet op maat. Totaal niet zelfs. Maar Falcao neemt nog over. Ik zie dat ik terug moet pasen naar Rafael. Om misschien nog balbezit te houden. Pas naar Di Maria. Di Maria verliest de bal. En we krijgen hem ook niet terug. Rooney zit op de vleugel. Het is niet de plek waar ik Rooney wil. Rooney heeft hier heel veel ruimte. Kan schieten, schiet ook. Schiet op de keeper. Daar is de rebound misschien. Voor Di Maria, die slijt de bal tegen de keeper aan. Dat is een uitgelegen kans die we eigenlijk hadden moeten afmaken. Maar dat, ja. Oh, Pogba neemt de bal daar goed over. Kan die ook balbezit behouden. Moet nu schieten. Schoot ook. Keeper heeft het moeilijk. Strekte zich uit, maar redt alsnog. Rooney neemt de bal over. Dit is voetbal wat ik wil zien. Gewoon druk zetten. Ruimte voor Schot. Ah, geen ruimte. Bah. Falcao met ruimte. Het gaat langzaam aan. Hij moet schieten. Falcao schiet weer eens een keertje raken. Dat is lang geleden volgens mij, jongens. Maar de 0-1 is binnen. Eindelijk. Lang geleden was mij voor Falcao, serieus. En dit keer deed hij het. In de herhaling daar langs de man in het hoekje. 0-1 voor. 6 doelpunten in de competitie voor Falcao. Oh, dat is niet waar ik heen wou. Ik zag Pogba rennen. Ik wou hoog diep meegeven. Maar op een of andere reden besloot de game naar Falcao te pasen, die hier nu wel de bal overpakt, veel ruimte heeft. Moet draaien, draait niet goed, verliest de bal. Hoog naar Pogba, Pogba kop mis. Miste de bal, ik bedoel niet zozeer het doel. Oh, daar komt Southampton over de vleugels, ik verdedigde niet goed. Corner voor Southampton. Gaan ze hier iets nog uithalen voor de rust? Wat gaan ze doen? De bal komt binnen. Werd gekopt, maar kop naast. Bertrand kopt naast. Oh, wij kopten dus ook nog. Of raakt in ieder geval de bal aan. Volgende corner voor het Southampton. Daar komt de bal weer. Die is ver naar binnen. Dat moet voor de keeper zijn. Goed. Pakken even onze rust. En de scheidsfluit af. Rust en 1-0 voor. Goed van Jones, die daar verdedigt. Oh, kom op Rooney. Rooney. Oh, langs de man. Kom, schiet hem. Juist. Dat willen we zien. 2-0 voor Manchester United. Rooney die het afmaakt. Nu wel. De aanvoerder. Wordt opgetild door medeaanvaller van Kou. Blind is erbij. Pogba komt erbij. Di Maria. Iedereen komt erbij en viert het goal mee. Op assist van... Ja, ik weet niet of dat als assist gaat tellen eigenlijk. Maar goed geplaatst door Rooney. In de handen van de keeper. De vrije trap van Southampton. Waar ze dus niks uithaalden. Was een beetje een magertjes genomen vrije trap. Niet dat ik daar goed in ben. Hé, dat is wel heel smerig, jongen. Van achter. Een rode kaart in één keer. De scheid stuurt hem er gewoon vanaf. Steven Davis met een gore overtreding. Misschien is rood iets overdreven, maar... Ja, het is wel vol op de enkels. Dus ik vind het dan wel toch terecht hoor, die rode kaart.
Dat is Pogba. Pogba. In één keer. Oh, Pogba nog. Nu naar iemand. Oh, de bal. Krijg een penalty? Penalty! Pogba haalt er een penalty uit. Met zijn loopactie. Had de bal diep schoten op de keeper. Maar hier wordt hij... Ja, hij wordt inderdaad wel op een rare manier neergehaald. Penalty nemen we. Falcao staat... Maar dat wordt niet Falcao. We gaan met Rooney gaan we hem nemen. Dus we wisselen dit wel even af. Andere trapnemer. Rooney. Onze aanvoerder. Gaat Rooney dit afmaken? We zullen zien. Het schot gaat en strak in het hoekje. Keeper dook verkeerd. 0-3 Manchester United. Rooney met zijn tweede goal deze wedstrijd. Gaat weer in zijn pose. Of stond in zijn pose. Krijgt dan een handje van Di Maria. En de wedstrijd is nu wel gespeeld. 0-3. De overwinning is binnen. Goed geschoten. Kansloze keeper. Nog steeds. Oh, Pogba misschien? Oeh. Scheelt niks. Pogba die daar bijna zijn ding doet. Di Maria met een corner. De bal draait in. Bokst door de keeper. Pogba? Was dat Pogba? Was het Martial? Wie was het? Ik heb het niet goed kunnen zien. Maar hij is er alsnog ingegaan. 0-4. Door wie is dit? Het is door... Pogba, ik had het goed. Aangenomen via de verdediger nog in het doel. Die kon het niet meer tegenhouden. Einde wedstrijd met 0-4 overwinning. Goeie wedstrijd. Falcao heeft weer een doelpuntje gepakt. Rooney heeft twee keer gescoord. En Pogba heeft een doelpunt mee. Prima wedstrijd. Op naar de volgende. Martial is blij met zijn speeltijd. Volgens hem ging het best goed, maar ik heb niet veel gezien. Falcao staat eindelijk niet meer droog. Zo, wat een zin. Manchester United wist tijdens de competitiewedstrijd tegen Southampton... Oh wacht, wist tijdens de competitiewedstrijd Southampton te verslaan met 4-0. De verklaringen van de managers tegen de pers liepen sterk uiteen. De verliezende manager was van mening dat de scheidsrechter te vaak in het nadeel van zijn team had beslist. De coach van de winnaars daarentegen vond dat de scheidsrechters goed had gefloten. Zijn team was gewoon gretiger geweest om de 3 punten te veroveren. Na 5 wedstrijden zonder doelpunt lijken de wedstrijden er voor Falcao op te zitten. Kan dit een keerpunt in zijn carrière zijn? Misschien wel. Misschien gaat hij inderdaad weer vaker scoren. We zullen zien. We zullen zien wie wordt onze volgende tegenstander. Het wordt ons oud team. Oud team uit FIFA 14 Liverpool. Die ik ook nog wel een keer in FIFA 15 wil gaan managen. Wanneer ik dat ga doen, ik heb geen idee. Ik denk als Manchester United, als deze voorbij is. Maar dat duurt nog wel even. Er komen ook nog wel andere career modes aan. Maar voor nu focussen we ons op Ajax en natuurlijk Manchester United. Bekerwedstrijd verplaatst van tegen Liverpool. Oude datum 17 maart na 31 maart. Oké, dat kan man. Dat kan. Oh, verkeerde knop. Hoezo? Dus, we zitten dus nog steeds in een beker. Dat is fijn om te weten. 31 maart. Oh, is gewoon een competitiewedstrijd, joh. Is gewoon een competitiewedstrijd. Maar nu, onze wedstrijd tegen Liverpool. Ons oude team, let's go. Here we go op Old Trafford. Wij spelen thuis Liverpool uit. Tof team om weer te zien. Liverpool. Hebben wij in FIFA 14 meegespeeld. 1 seizoen werden we kampioen mee. En toen kwam FIFA 15. Waar we nou mee bezig zijn. Met Manchester United. Daar staat Sturridge. Een van onze goede aanvallers toen. Samen met Suarez die we op de helft van het seizoen verkochten. Zoals in het echt. En toevallig was het volgens mij ook gewoon nog Barcelona waar hij heen ging ook. In FIFA 14 waar wij hem naartoe verkochten. Het is een heel apart moment. Heel apart. Rooney staat er natuurlijk weer in. Samen met Falcao. Hopelijk gaan ze weer voor doelpunten zorgen, die twee. Dat zou wel tof zijn. Mingole staat in het doel.
Sturridge en Barini staan in de aanval. En ik mis Sterling. Waar is Sterling heen? Die zat op de bank. Zo dan. Samen met Markovic. Balotelli. Dat is toch een aardig bankje wat ze daar hebben. Hopelijk kunnen we hier een voordeel halen. We zijn onderweg. Aftrap is genomen. Ik zie Rooney al gaan daar. Bal wordt onderschept helaas. Pogba. Gaat hij een kans creëren. Pogba schiet ver naast. Hey. Zo dan. Het zag er leuk uit. Maar wat hij dan uiteindelijk doet. Valt dan best tegen. Maar goed, de eerste kans is geweest na 18 minuten. Dat duurde lang. Hey. Beide teams hebben een beetje op middenveld gespeeld. Wow, de beweging daar van Moreno. Een verdediger komt naar binnen. Keeper redt De Gea, maar het wordt dan gepasseerd in de rebound. En het is... Is dat Gerrard? Nee. Dacht het heel even van een afstandje, maar dat is... Ik zou het even niet weten. Volgens mij Lallana. Maar het staat in ieder geval 1-0. Het is inderdaad Lallana met het doelpunt voor Liverpool. Damn, dat is baal. Daar zijn wij. Rooney naar Blind in de aanval. Blind kan schieten hier. Blind maakt het 1-1. Daily Blind. Hoe is het mogelijk? Daily Blind. De centraal verdedigend middenvelder schiet hier de 1-1 voor ons binnen tegen Liverpool. Goed schot. Eerste doelpunt in de competitie voor hem. Oh, dan is Liverpool weer helemaal open. Keeper, kom uit. Red. Goed gekiept. Liverpool die weer in de aanval begint te komen nu. Misschien kunnen wij hier een counter pakken. Ik zie daar Falcao gaan. Krijgt hij de bal? Krijgt hij de bal? Nee, het is voor de keeper. Oh, Falcao neemt de bal over. Pas naar Rooney. Pas terug naar Falcao. Falcao moet het afmaken. Doet dat niet. Keeper red. Had het 2-1 kunnen zijn. Naar Falcao. Falcao draait, wat schieten. Tegen de verdediger. En ik denk dat de scheids nu gaat fluiten voor rust. Juist, 1-1. In de rust tegen Liverpool. Wow, Lallana met een schot. Werd geblokt. Corner voor Liverpool. Gaan ze hier iets uithalen. Lallana gaat hem nemen. Oh, dat is een hele korte. De voorzet komt alsnog. Werd even gevaarlijk. Uiteindelijk niks gebeurd. Oh, dat is een slechte paas van Falcao. Balverlies. Liverpool kan nu een aanval starten. Doet dat niet echt goed. Rooney neemt de bal over. Moet nu sprinten naar doel. Rooney. Rooney. Zwou schieten. Wordt... Wow. Wordt van de bal afgezet. Falcao. Falcao is er bijna doorheen. Wordt er afgezet door Sakko. Goed verdedigd. Goretzka neemt de bal over voor Manchester United. Wat de hel? Martial. Lulhannes. Loopt daar de bal voor Rooney eigenlijk weg. Het was een simpel paasje, maar dat werd gewoon verpest. We hebben nu de bal wel weer terug veroverd. Dus op zich niet heel erg. Maar kijk al die verdedigers. Hoe ga je hier een gaatje in vinden? Nou, met Alba dus. Alba. Alba. Oeh, scheelt niks. Boney komt erin voor Rooney. Rooney en Falcao konden beide net gewoon niet vinden. Misschien... Oh, dat is wel heel slecht. Dan zie ik Goretzka rechts... En dan fluit de scheids af. En spelen we 1-1 gelijk tegen Liverpool. Wat moeten we hiervan vinden? Liverpool is een goede tegenstander. Dus echt teleurgesteld ben ik niet. Gaan kijken wat het inhoudt voor de stand. Dat ga ik eens kijken. Hoe het nu ervoor staat. We staan nog eerst 1 punt los op Manchester City. Arsenal derde, Chelsea vierde en de Spurs staan vijfde. Oké, dan. We gaan eens even kijken bij de topscorers. Rooney staat bovenaan met 8 doelpunten. Falcao met 6 doelpunten staat op 10e plek. Dat is toch wel netjes. Oh, wacht. Dan vergeet ik de assist te checken. Dat doen we nu even.
Rooney staat op 4. Di Maria staat op 4. En Falcao staat op 3. Rooney staat tweede. Di Maria staat op 5. En Falcao op 10. Netjes. Vond je deze video leuk? Ik sluit hem hierbij af. Laat dan een like achter en deel het. Dat kan mij enorm helpen. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. Tot dan. Laters.